Ik ben hier als kind ook altijd geweest en dan moet ik eerlijk zeggen dat ik een beetje met dubbele gevoelens hier zat. Want het is de laatste week van de vakantie. En als kind, mijn ouders hielden er rekening mee dat we echt hier konden zijn. Maar je wist ook wel, de vakantie is dan wel voorbij. En ook als vader heb ik er rekening mee gehouden dat mijn kinderen bij heel veel activiteiten hier aanwezig konden zijn. En ja, gewoon, dat is zo breed om op te noemen, maar wij waren hier gewoon. Dus dat is wel een beetje het dubbele. Ik wil nog één ding zeggen, want ik sta hier naast de wethouder te kijken naar de mensen die hier allemaal zitten. Maar jullie zien er allemaal zo ontzettend mooi uit. Ga heel even staan in die prachtige kleren met die lampionnen. Ga even staan. Kijk eens, dan kunnen we het allemaal goed zien. Hou ze omhoog. Ja, het ziet er echt zo prachtig uit als je hier staat. Heel mooi. Nou, dan ga ik nu toch het woord geven aan Jeroen, want anders dan hebben we niks dat mooie pak aangetrokken, Jeroen. Stel je voor. Geef ze een groot applaus, de jeugdkoningin en de hofdames. Hallo allemaal, lieve kinderen, lieve ouders, lieve familieleden, lieve vrienden en alle andere bezoekers van de 68e editie van de Broeders Vakantieweek. Wat fijn om al jullie blije gezichten weer bij elkaar te zien. Wat zien jullie zelf er prachtig uit. Wat hebben jullie goed jullie best gedaan op de lampionnen. Graag een hartelijk applaus voor al onze vrijwilligers. En laat de leukste week van het jaar van start gaan. Zal ik hem even weggaan? Ja. Geef de microfoon weggaan, dan kan iedereen het heel goed zien dat jullie het lintje door gaan knippen. Heel belangrijk. Ja, dan is de week weer echt geopend. Stan van Vliet van 6.